Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Sword and Shield Avatar Lock. De vorige aflevering ging het echt chaos, want ik ben gewiped. Mijn hele team ging dood bij Kabu. Jordi is er natuurlijk ook bij van de Subpar Guys. Hij heeft Kabu wel verslagen. Komt ook deels door de Gyarados, maar oké. Ja. Ik kom een Sneasel tegen, dus dan ga ik proberen te vangen. Ja, vandaag is een beetje een rare aflevering. Het is meer een catch-episode. En meer een reparatie-episode voor Milan. Yep. Dus vandaag totaal geen progress. Puur en alleen maar vangen. Yep. En omdat ik Kabu heb verslagen, ging nog wat cutscenes. Dus ik zou zeggen, gaat uw gang. Ik ben zo bij u terug. Maar ja... Heb je iets specifieks voor ogen? Ja, nou, ik weet niet of ik nog veel Pokémon's kan vangen, zeg maar. Wat we sowieso wel kunnen doen, we kunnen de brug over. Ja, maar... deze Sneasel is ook de brug over, maar mijn Pokémon's zijn nog niet zo hoog level, dus we moeten wel vooruitkijken. Nee, precies. Dus, belangrijkste voor mij, ik ga een beetje in de ruins een beetje kloten, want ik wou een beetje mijn Ghost-type team een beetje boosten. En ik hoop ook eigenlijk een beetje dat ik wat geluk heb met raids. Dat ik ook misschien één of twee goede Fairy-types kan fixen. Ja. Dat is een beetje mijn idee van vandaag. Even kijken. Ik heb te weinig Pokéballs. Ik ben zo weer terug. Ja, dat ik ook even naar moeten kijken. Fix ik die eerst en dan ga ik de Wild Area in. Want ik ben wel benieuwd wat ik allemaal nu kan vangen. Want nu kunnen wij ook heel veel vangen en het is niet very strong looking. Voor mij wel. Of dat we bang zijn dat we gekild worden door een stuffel. Voornamelijk dat. Dus voornamelijk catchen. Catchen, repareren. En ervoor zorgen dat Milan de volgende aflevering wel Kabu kan verslaan. Ja. Yep. Maar ik zit even te kijken, hè. Ik zit nu heel veel moeite doen om Sneasel te vangen. Ja. Maar Sneasel die kan voor mij niet evolueren. Hoezo niet? Omdat hij via ruilen geëvolueerd moet worden. Nope. Kan niet. Moet toch een Razorclaw geven en dan ruilen? Nee, Razorclaw geven en dan levelen s'nachts. Oké. Okay. Dus ik kan een Weavile krijgen. Oké. Okay. Ik zou Weavile niet gebruiken bij Kabu, maar ik kan een Weavile gebruiken. Ik ben ook even aan het nadenken voor jou wat handig is. Waarom zit hij niet gewoon? Want... Ja, wat je... kan fixen, maar dat is puur op basis of jij het aandurft, ja of nee. Je kan een Wishing Piece gaan gooien in een raid, wat in de hoek is van Westlake Axwell, want dan kan je ook een Exu krijgen. Oeh. Maar dat is wel een risicovol iets om te doen. Want voor hetzelfde geld... Heeft zo'n beest Dragon Rage. En dan ben je nog verder van huis af. Dus ik kom met het idee. Dragon Rage zit niet in deze game volgens mij. Ja, oké, maar dat weet ik niet. Ja, volgens mij zit Dragon Rage niet in deze game. Nou, dat scheelt. Ik leg het ook alleen maar even voor, want het kan wel risicovol zijn om dat te doen. Want voor hetzelfde geld kunnen raids je nakken. En dat is ook de reden waarom ik nog een beetje huiverig ben met raids. Ik ben net het Pokémon Center ingegaan. Ik ben ingegaan om te healen. Maar ik heb geen Pokéballs gehaald. Dat is niet handig. Nee, dat is inderdaad niet handig, nee. Waarom is Sneasel zo fucking moeilijk om te vangen? Het is een Sneasel.
Dat is het enige antwoord wat ik geef. Het is een Sneasel. Nou, Gastly ga ik hier niet vangen, want je kan een Gengar ook in de Wild Area krijgen. En ik ontwijk de boel liever. Hartstikke leuk jongens, ik ben alleen even benieuwd wat hierin zit. Nou, weer een Gastly. Oké. Dan maar een Gastly vangen. Ik dacht dat het iets anders was. En daar heb ik nu heel veel spijt van. Jammer. Nou, als ik deze Gastly heb gevangen, dan ga ik ook even terug naar Pokémon Center om Great Balls te halen. Nou, Gastly is binnen. Oké. Hele generic name, Donut Care. Hoppakee. Nope. Hoe staat het met de Sneasel? Heb je hem uiteindelijk gevangen of ben je nog steeds bezig? Anders hoor je het wel. Ah, oké. Nog grote verhalen wanneer het gaat om catchen? Nou, dat dit de eerste Pokémon is die niet in één of twee ballen zit. En dat is kut. Ja, dan hoop je hoopt eigenlijk dat vaak Pokémon zijn ballen erin gaan, maar... Ja, zeker als het als ik al moeite heb met levend blijven, zeg maar. Mm-hmm. Nee, ik had altijd aan één ding denken en dat is met Pokémon Go toen het uit was. 30 Pokéballs gebruikt om een fucking Caterpie te vangen. En dat was nog net in de tijd dat Pokémon's nog niet heel veel spawnen. Dus net laat ik het begin. Dus je had Caterpie, Weedle, Rattata's. Als je ooit een keer Squirtle tegenkwam, was je al heel blij. Ja, en dan ga je huilen van, oh shit, nu moet ik er nog steeds 30 vangen. Ja. Gelukkig zijn ze daar een beetje vanaf gestapt. Want dat mis ik totaal niet, dat sommige Pokémon zoveel candy kosten. Nou ja, bijvoorbeeld dat Magikarp 400 candy kost om te evolueren, vond ik echt onzin. Nou oké, Magikarp kan ik op zich nog begrijpen, want het hele idee van het is level 20 normaliter, maar het kost heel veel moeite. Oké, prima, dat kan je nog begrijpen. Nou, maar Magikarp kost toch helemaal geen moeite. Als je hem gewoon achter in je party doet en je even met een XP shot in de oude games, dan is hij zo level 20. Ja, maar het gaat om het idee dat... Switch trainen ook. Dat het een beetje moeite kost, want normaliter zou je eigenlijk zo'n Pokémon normaal levelen. Ik vind Pokémon's met happiness veel moeilijker. Ja. Nee, maar ik snap niet waarom bijvoorbeeld een Swablu zoveel is. Ja. Dat vraag ik ook bij mezelf van, waarom Altaria nou? Altaria is ook nog niet eens een Pokémon die heel erg populair is ofzo. Nee, klopt. Nee, ik ben zelf nog steeds op zoek naar een fatsoenlijke Vanipede. Genoeg candy, maar nog steeds geen gewoon fatsoenlijke Vanipede. Nou jongens... Zie je nog wat? Of kan ik door naar het volgende stuk? Nee. Is allemaal crap. Ik heb de Sneasel. Nou, dat mocht een jaar duren. Gefeliciteerd. Dank je. Nu nog 20 andere. Hoog level. Nu nog wel even 20 andere Pokémon's nog even vangen. Yep. Even kijken. Hoe zal ik hem eens noemen? Oh, kut. Ik weet eerlijk gezegd geen goede naam daarvoor. Ik noem hem Razor. Razor als in R-A-Z-O-R? Ja. Ah, oké. Okay. Ja, dat ook komt Razor als in... R-A-C-E-R. Ja, computermerk. Ja. Als Shiny Sneasel groen was geweest in plaats van de rare kleur, zou Razor op zich wel kunnen als naam. Ik vind het best vet hoor, dat roze met geel. Mm-hmm. Ik vind hem mooier dan Weavile. Oh, Shiny. Dan wordt hij opeens een beetje donker. Ik heb geen Wishing Pieces. Nee, klopt. Maar ik vind het weer zo'n rare Shiny.
Hallo Mutsdeel, ik blijf goed bij jou in de buurt. Want ik ben bang dat jij me killt. Wat hebben we nog meer hier? Hallo Galvantula, maar ik heb al een Joltik, dus dat fix ik later. Ja, maar die Galvantula ga ik echt niet proberen te vangen, want die is veel te hoog level. Is levensgevaarlijk. Ja. Yeah. Fighting. Stunky had jij elke keer gevangen, dus daar hoef ik ook niet mee te helpen. Nope. Niemand mag waterpokémons. Hallo Gyarados. Oké, heb je nog wat? Is er nog wel iets wat ik wat handig is voor mij om te vangen? Kort antwoord ja, lang antwoord ja, ik weet alleen niet meer welke. Ja. Dat schiet op. Ja, nee. Dat is een beetje het nadeel van de wild area. Omdat we ook een beetje afhankelijk zijn van... En ik zeg het weer. Is het ook soms gewoon gokken van oké, welke spawnen er allemaal. Mm-hmm. Maar als we kijken naar jouw type Fire Dark... Fire Dark Dragon Electric. Dan... Nou ja, fire types zijn altijd een drama om te vinden. Want zoveel fire types zijn er überhaupt niet echt. Nee, maar ik heb eventueel nog wel Vulpix of Litwick. Ja, jij hebt genoeg dingen gevangen destijds in de fire gym. Ja. Dus daar maak ik nog niet zo druk om. Electric, ben ik even over nadenken. Welke electric ja, types zijn. Ja, ik baal echt nog van die Toxel. Ja. Welke electric types zijn er nog in deze game? Ik ben heel eerlijk. Morpeko. Morpeko. Ja, maar Morpeko duurt even voordat je die tegenkomt. Ja. Weet je wat? Ik zet de Galadex zet ik even aan. Ondertussen is een Bronzor mijn team aan het uitmoorden. The fuck. Spook blijft wel leven, maar hij doet gewoon heel veel damage. Ja. Gribbin. Oh. Oké. Okay. Die kunnen vangen Dappled Grove, East Lake Axwell, North Lake Mylock, Slumbering Weald en Watchtower Ruins. Overal zeg maar zo'n beetje. Overal nergens ja. Oh, hier heb ik een combi die ik kan vangen. Het is een combi, nooit verkeerd. Behalve de mannetjes. Ja. Dit is een mannetje. Nou, dan heb je weer een Cannon for the Crick ding om te gebruiken. Okay. Even kijken, wat heb je nog meer? Oké, dus Gribbin hebben we. Even kijken, en die kan je in dat hele eerste gedeelte vangen? Ja, dat is wel afhankelijk van het weer. Oké, hier is het zonnig. Kan je hem dan vangen? Gribbin... East Lake Axwell. Laten we even kijken. Grubbin. Tijdens regen. En alleen tijdens regen. Oké. Okay. En dat waar dan niet allemaal tijdens regen? Ja, een beginstuk. Ik stuur jou terug naar route 1. Ja, route 1. 10% kans, random in het gras. Even kijken. Ga ik heel even nog rondkijken of er nog iets interessants is. Ja, ik haal sowieso nog even de lijst erbij. Dat is Growlithe, die heb ik al. Wat is dit? Ja, ik heb al gezegd, Wild Area is gewoon even kut, omdat je zo afhankelijk bent van wat het weer doet. Oh. Ik reed bijna tegen zo'n hele sterke ding aan, Diggersby. Mm-hmm. Nou, die is niet heel sterk, waarschijnlijk is het normaal level 8. Het is een van de Overworld? Ja, het is de Diggersby in het beginstuk. Is een van de zwakste die je kan hebben. Oké. Okay. Kijk, kom op, vast nog wel wat meer dingen.
Ja, Joltik, maar die kan ik ook niet krijgen hier, want die... Joltik heb je... Had je al Joltik of nog niet? Nee, Joltik heb ik nog niet. Dus die zou ik ook nog kunnen vangen in de ene... In route 4. Ja, klopt. Oké. Je kan nog kijken voor een Pikachu. Ja, oh, kan ik ook nog naar kijken, ja. Ik heb eigenlijk de Bronzor. Ja, dat... Even kijken, kan je een Helioptown nog vroeg vangen of niet? Ja, die kan je nog vroeg vangen. Ja? Ja, het is het bovenstuk van de Wild Area. Oké. Okay. Ik zou wel kijken of je een paar Pokédolls kan kopen. In het geval dat iets dat je niet weg kan rennen. Mm-hmm. Zijn dit allemaal? Ik... Is dat... Hier nog iets. Nintendo is tegen Japanse namen. Oké. Okay. Helioptile. In Giant's Mirror is het alleen maar voor specifieke dingen. Ja, blijkbaar. Waarschijnlijk moeten ze dus Sunful zijn. Ja, oké. Okay, dan wordt het pas echt route 6 wanneer je echt fatsoenlijk een Heliolisk kan vangen. Ja. Of je wil... Nou nee, wacht, die Tyranitar ga je nooit vangen. Die is te hoog level. Nee, daar moet je even mee doen. Ja, dan kijk wat ik in mijn box heb. Dan gewoon even een teampje maken en dan gewoon trainen. Nee, precies. Dus je kan sowieso nog even naar route 1 gaan voor een Grubbin. Ja, en naar route 4 voor Pikachu en Joltik. Yep. En voor de rest is het gewoon kijken wat je gaat doen met je team. Yep. Hey, ja. Kunnen wij al flyen of niet? Ja, we kunnen al vanaf het begin al flyen. Ah ja. Ja, gelukkig. Dan is het ook niet dat zo. Dat is een van de mooiste dingen wel van deze game. Ja, de game is ook te groot om te backtracken, zeg maar. Ja. Ik gaf je net het hele goede tip van zorg dat je pokédolls hebt. Ik heb zelf momenteel geen pokédolls. Ja. Dus ik ben per ongeluk tegen een Corviknight aangereden. Die dankzij de mooie, hele mooie draw distance van Sword and Shield, ik niet kon ontwijken. Ja. En je zelfs met... Oh nee, maar hij heeft een raar steel ding, dus... Ik wil sowieso zijn attack naar beneden brengen. Corviknight, laat hem met rust. Kan je runnen of niet? Nou, ik kan runnen. Ik was eerst even heel bang, want zijn drillpack deed 60, 70 damage. Tegen een Gyarados die maar 90 HP heeft. Ja, dat is spannend. Dus ik was eerst even aan het healen. Ja, en ik zou ook... Ik weet, volgens mij kan je niet de Snorlax... vangen, omdat je nog niet level bent. Nee, dat denk ik ook niet. Fuck jou, Sneasel. Je hebt Milan al geïrriteerd. Ik hoef jou nog niet. Ik wil de Cutiefly, want ik heb nog geen Cutiefly. Ik vind het ook zo mooi dat sommige abilities geboost zijn. Dat Intimidate ook niet meer werkt. Ja. Want in een focus, normaliter een ability waardoor jij niet geflinst kan worden, zorgt ook gewoon voor dat je nog niet geïntimideerd kan worden. Hé, waar blijft die Grubbin nou, jongen? Het is een gas-encounter, hè, dus yep. Kan soms lang duren. Je zou zeggen 1 op de 10, toch? Ja, volgens kansberekening wel, ja. Ja. Yeah. Maar ja, wel, zal ik zeggen. Hey, Grubbin. Mooi. Welkom in Pokémon. Yep. Nou, hey, wat vind je eigenlijk van dat ze heel veel van die Pokémon's hebben aangepast?
Dus dat bijvoorbeeld een Leafeon en een Glaceon nu evolve met een Leafstone en een Ice Stone. Heel fijn. Hé, hey, ik had een critical capture, what the fuck? Nice. De game gunt jou even. Hey, nou, er werd ook een keer tijd. Maar ja, ook dat Nosepass en Chargebook nu evolve met volgens mij een Thunderstone beide. Ja, klopt. Ja, ik vind het heel fijn. Ja, ik vind het alleen wel zo zonde van... Dan heb je een unieke evolutiemethode. En dan haal je hem weg omdat je het eigenlijk maar voor één Pokémon hebt. Yep. Terwijl ik zo zit van, kijk, Inkay, dat is niet te redden. Dan is eigenlijk maar één Pokémon met zo'n rare evolutiemethode. Yep. Maar ja, ze mochten mij heus wel wat andere Pokémon's geven van, oké, evolve at a Mossy Stone, evolve at an Icy Stone. Ja, precies. Maar ja, breng dan wat eerlijk eerder in de game. En niet letterlijk aan het eind van de game. Kijk naar jouw Sun and Moon. Ja, die Pony Heights of zoiets. Of ja. Pony nog wat, ja. Oh, wil je graag een Fika Volt? Oh, dat mag! Aan het endgame. Einde van de game. Als niemand meer een Chargebug in zijn team heeft. Nee. Nee, maar dat is ook de belachelijk. Vind ik nog steeds zo belachelijk. Van... Daarmee promote je ook echt gewoon niet Pokémon's. Nope. Hetzelfde met die Jungmo OO. Die Dragon Type van Sun and Moon. Dat die zo vet is. Ja, nee, wil je hem vangen? Oh, prima. Einde van de game. Maar ja. Je kon hem in de demo, kon je hem zo vroeg vangen. Ja, maar dat hebben we aangepast. Maar waarom nou? Ja. Maar ik vind het op zich wel gaaf als je Dragons early in de game kan vangen. Mhm. Ze zijn niet meer zo OP als vroeger dus. Nee, precies. En voor mijn Usum kan je. Voor mijn Usum en Sun and Moon. Kan je een Beacon vangen redelijk vroeg. Mooi. Ja, klopt. Als je geluk hebt met SOS Chain ook een Salamence van level 5, maar. Ja, dat klopt, ja. Dat was het is grappig. Nog steeds zo van waarom zit erin, maar oké. Okay. Maar het is early, dat is mooi. Want wanneer is bij jou de cut-off point van. Ik ga geen Pokémon's meer vangen? Als ik 6 Pokémon's van verschillende types heb. Ja, dus maar, kan... maar als ik een game speel, zeg maar, voor het eerst. Of als ik echt een playthrough doe zonder restricties. Ja. Dan, hoe heet het, kies ik van tevoren al 6 Pokémon's die ik ga gebruiken. Ah, oké. Okay. Dus dat ik, nou, ik doe dat niet, ook niet altijd alle 6. Maar dan bijvoorbeeld als toen deze game uitkwam, wist ik dat ik Galarian Rapidash wou gebruiken. Wist Same. Ik dat ik Shiny Corviknight wou. En ik gebruik eigenlijk altijd mijn starter gewoon om te kijken van hoe die starter het doet, zeg maar. Dus dan had ik al 3 Pokémon's. En toen zag ik Toxtricity en die vond ik zo vet, dus die wou ik ook nog in mijn team. En toen had ik al 4 Pokémon's en die Appleton is later erbij gekomen. En wat had ik nou nog meer? Ik had er nog een die is later erbij gekomen. Het is een beetje kut, maar ik moet maar even deze Cutiefly gaan damagen. Want hij wil gewoon niet in de bal. Beetje jammer. Ja, maar ik weet ook niet zeker of ik er in Bombing mijn team wil stoppen. Dus daar zit ik ook zo in van... Waar doe ik de moeite voor? Ja. Milkery. Dat is een beetje het hele ding. Dan stop je zoveel moeite om een Pokémon te vangen en dan vraag je toch af, terwijl je maar aan het vangen bent, van is dit nog useful? En vaak ben ik het antwoord al op die vraag. Nope. Ik ben ook kwijt in welke game je heel vroeg Ultra Balls krijgt, want die mis ik nu wel. Ja, er is wel een game waar je heel vroeg Ultra Balls krijgt. Ik ga bijna door mijn Great Balls heen, Hero. Zometeen gaat die Cutiefly nog dood door de heel. En dat is zijn eigen schuld. Joltik is zeker heel laag kans dat je die tegenkomt, net als Pikachu. Ja. Dank u, Cutiefly. Toegeven, want ik denk als je nog 1 punt had gewacht, dat je dood was. Hey, Joltik. Nice.
Nou, dan heb ik eindelijk een Cutie Fly. En nu ga ik hem uit spite niet gebruiken. Nee. Tenzij ik geen optie meer heb. Nope. Nope, okay, die naam had ik al. Nope. Weet je wat? Fuck it. Ik weet niet waarom deze naam. Het zei zo. Sneasel, je blijft uit mijn buurt. Blijf allemaal af! Nee, ik vertrouw die beesten niet als ze zo dicht op je staan. Nu Pikachu nog. Want voor de rest had je alles al of nog niet? Ja, Joltik heb ik net gevangen en Grubbin had ik daarvoor gevangen. Ja. Ja, nou, en nadeel is het sneeuwt ook in dit gebied, dus... Nou, ik moet zo even gaan kijken wat mijn teampje gaat worden. Precies. Dan moet ik hardcore gaan trainen. Even kijken wat... Ik zal in ieder geval geen super effect moves hebben. Dus daar moet ik in ieder geval rekening mee houden. For fuck's sake, Cutie Fly, ga aan de kant. Ik zie een Noibet. Ik ga eigenlijk een Noibet gaan vangen, daar ben ik heel blij mee. Waar is de Pikachu? Hallo, Noibet. Oké. Help jij mij zo even met teambuilden? Ja, sure. En dan ga ik hem, denk ik... als we dit als laatste episode recording doen van vandaag... Dat sowieso, want jij moet gaan grinden. Ja, ik moet gaan grinden. En dan ik ga jou echt niet nou weer voor de leeuw gooien bij Kabu. Met lagere levels dan wat je de eerste poging was. Ja. Dat lijkt me inderdaad niet zo strak plan. Ik word achtervolgd door 3 Electrikes. Gezellig. Ik mag jullie niet vangen, rot op. Yeah. Oh, ja, een Electrike heeft me gepakt. Shiny. Oh, dat zou heel nice zijn. Die heeft ook nog eens een hele vette shiny. Klopt. En dan gaat mijn kans voor een Noibet. Jammer. Heb je hem verslagen? Nee, hij deed Whirlwind. Ah, dat is zo goor. Ja. Oké, ik denk dat de Pikachu niet dat Pikachu het niet gaat worden. Oké, laten we eventjes naar mijn team kijken. Oké. Nou, weet je wat? Ik ga toch de LGM maar vangen voor een BGM uiteindelijk. Want hey, het is dan in een collectie. Liever dat ik dan er iets als backup heb dan dat ik hem gewoon uit goede keuzes niet ga vangen. Oké, zal ik even opnoemen wat ik heb? Ga je gang. Ik heb. En dan de levels zal ik niet opnoemen, want het is allemaal laag. En mijn stok grinden. Ja, ik heb Impidimp. Ja. Ponyard. Ja. Salandit. Ja. Dottler. Ja. Noibet. Sneasel. Applin. Grubbin. Joltik. Mincino. Cutiefly. Eevee. Purloin, Stunky, Growlithe, Squawfact, Hoothoot, Wooloo, Metapod, Bunnelby en Nickit. Oké, dan kan ik al een hele makkelijke vraag stellen. Welke Fire-type wil je erin hebben? Even kijken. Hey, ik hoor toch ook ergens een Vulpix te hebben. Waar is Vulpix? Oh, daar is geen idee. Oh, hier zijn ook Pokémon gespand. Wacht. Ik dacht al. Ze zitten in je deathbox, of niet? Ja. Ik heb nog een Litwick. En ik heb nog een Vulpix. En ik heb nog een Sizzlipede. Ik wil Litwick wel echt gebruiken eigenlijk. Litwick is niet verkeerd, nee. Maar het duurt lang.
Even kijken, wanneer hij wordt op level... Wanneer wordt het een lampend? Even kijken. Sorry, ik was even aan het schrikken, want LGM deed teleport. 41. Okay. Oeh, dat is wel laat, hè? Dat is te... Naar mijn mening is dat te laat. Zeker voor nu. Ja, ik... Ja, dat is geen Litwick. Ik kan later de Litwick wel gebruiken hoor, daar niet van. Maar ja. Ik zou zeggen, nu geen Litwick. Ja, dan Growlithe of Vulpix. Waarvan Vulpix al level 24 is. Dus dan denk ik Vulpix. Ja, ik leun zelf ook meer richting Vulpix voor nu. Want beide zijn goede opties. Begrijp me niet verkeerd. Mm-hmm. Zowel Vulpix als... Nou ja, ben je gezegd, zowel Arcanine als Ninetales zijn hele goede Pokémons. Ja. Dus beide zijn heel goed om te gebruiken. Maar... Ja, dan is misschien Vulpix beter. Dat is, dus, dat is één. Ja. Ik ga Greepas halen. Ik ben om Greepas heen. Ik mag ook geen LGM meer vangen, want LGM is dood. Oké. Nummertje 2. Nummertje 2. Nou, we hebben nu een Fire-type. Dus... Mm-hmm. Technisch gezien hebben we geen Fire-type meer nodig in een team. Maar we hebben een theme. Dus we gaan kijken. Welke Electric types heb je? Joltik. Ja. Grub en Worten elektrische type. En misschien Jolteon zou kunnen. Ja. Even kijken. Moet ik heel even voor je checken. Joltik. Want Joltik, volgens mij is het begin 30? 36. Oef. Zeker oef. Grubbin. De, heel vroeg. Eerst is 20 en dan met een Thunderstone. Ja. Dus op zich, dat is wel goed. Dus dan moet je zelf even kiezen van, wil jij een Buck Electric of wil jij een Pure Electric? Ja, dan Buck Electric. Ja, nou, Grubbin erin. Ja. Oké, dus nu hebben we Fire, Buck en Electric. Ja, nou moeten wij iets vinden tegen Fires. Want, nou ja, niet per se. Wat is de ability van de Vulpix? Flashfire. We hebben niks nodig tegen Fire types. Nee. Oké. Oké. Dan gaan we verder met jouw team. Theme. Dark. Welke dark types heb je nog over? Sneasel. Ponyard. Impidimp. Ja. Stunky. Ja. Purloin. Nickit. Dat was het. Ik neig eerlijk gezegd naar Stunky. Want zowel Sneasel als Ponyard zijn beide heel goed. Yep. Alleen niet slecht tegen Fire. Maar gaan jou niet helpen bij de Fire Gym. De Stunky lijkt me een hele goede om nu toe te voegen. Mm-hmm. Het wordt geen Skuntank met grinden. Want Skuntank is pas level 37. Dus dat duurt sowieso nog wel even. Yeah. Maar het is een Poison type. Het is een Dark type. Kan jou helpen. Yep. Dan is de volgende vraag. De enige dragon die je hebt is Noibet, hè? Ja, en Applin. Ja, maar Applin ga je niet krijgen. Nee. Je gaat geen Appleton krijgen nu. Dat wordt sowieso pas Hammerlock. Mm-hmm. En die gaat jou niet helpen bij de gym. Nee. Oké, dan gaan we even nadenken van... Oké, normal types. Ik neig eigenlijk om toch te zeggen... Gebruik Diggersby. Oké. Wat noemen we dat? Want het is normal ground type. Kan redelijk wat hits steken. En dan heb je een beetje een tank die niet volledig afhankelijk is van... Nee, precies. Voor het gemak gezegd, damage. Nee. Dan hebben we nog twee spots over. Oké, dan hebben wij een Vulpix. Dan hebben wij een Grubbin. Hebben wij een Stunky. Ja. En hebben wij... Bunnelby. Oké, dan hebben we eigenlijk iets nodig wat water kan taken. Wat water kan taken?
Ja, want je hebt een Ninetales. En je hebt een Bunnelby. Twee Pokémon die zwak zijn tegen een water. Dus... Oké. Okay. Even kijken, wat is een goeie? Grubbin kan alsnog water tekenen natuurlijk. Ja, klopt. Ik ga even heel even snel wisselen, want een Dwebbel is mijn Gyarados aan het killen. Ja. Met een Rock Slide. Kom je Dwebbel wild tegen? Dwebbel kom je tegen in het gebied richting Hammerlock. Ja, die zou ik nog wel kunnen vangen. Hoe hoog was de level van de Sneasel? 29. Dan kan je die Dwebbel vangen, ja. Maar ja, het is wel weer een waterweakness, hè? Ja, maar wel een rock-Pokémon goed voor tegen de gym. Klopt. Nou, jij gaat zo meteen even op zoek naar... Jij gaat even op zoek naar het Dwebbel. Ja. En... Ja, wat is dan een goede laatste Pokémon voor jou? Dat is even de vraag... Ik zit toch te denken om eventueel Litwick er al in te zetten. Of om erbij te hebben, maar daar heb je dan niks aan tegen de Fire Gym. Of Ponyard of Sneasel. Ja, dan neig ik toch naar Ponyard. Want Steel heeft heel veel resistances. Mm-hmm. Dus dan kan je Ponyard erin stoppen en dan ga je nog even op zoek naar een Dwebbel. Ja. Even kijken, kan ik... even denken, wat wou ik vragen? Oh ja, kan ik Pokédolls gewoon bij elke ding kopen, zeg maar? Volgens mij wel, maar kwam er niet op. Want ik haal zelf ook nooit echt vaak Pokédolls. Ik weet het slecht en ik geef wel het advies om Pokédolls te halen, maar... Ik ga even kijken. Hé, eindelijk de Dwebbel. Maar ik ben eigenlijk nog op zoek naar één of twee Pokémon's die me echt kunnen helpen. Pebble de Dwebbel. mijn naming theme zuigt. Ja, maar toch vind ik Pebble wel weer een hele goede... naam voor een Dwebbel, zeg maar. Ja, soms is het de krus van een idee alsnog Pebble. Ja, dan had je een beter lasagne kunnen noemen. Eigenlijk wel, ja. Dus dat ga ik doen! Nou, is dat alvast opgelost bij je naam. Ja. Ik ben op zoek nog naar 2 à 3 Pokémons. Ik zou het zelf heel mooi vinden als ik nog een Hawlucha kan tegenkomen. Oeh, dat is zo vet. Als ik nog een Fullerby kan tegenkomen, maar ik weet niet of ik Fullerby in dit gebied kan... Hey! Fullerby kan krijgen. Dat is wel een Nickit, maar... Nee, dat is een Dodler. Fullerby. Hey, een Ninjask, die kan ik ook vangen. Ja, ik heb zelf alleen niet echt iets tegen Ninjask, want ik ben geen fan van Ninjasks. Kijk, zit Dwebbel bij die hippopotassen daar? Ja. Ik kan het zo slecht zien. Oh nee, een stuk daarvoor. Dus niet in de Dusty Bowl. Oké. Niet in de Dusty Bowl, dan zou die hier moeten zitten. Waar die Maractus zijn? Volgens mij wel. Levensgevaarlijk, de Corviknights. Machokes. Is niet in de Dusty Bowl. Wat zijn dat? Ik trigger heel even de cutscene dat ik helemaal lock in kan. Want ik ga nog verder met zoeken. Waarom zie ik geen Dwebbels?
Die zie je wel gewoon in de overworld. Dat zijn gewoon overworld Pokémon's, ja. Waarom kan ik hem niet vinden dan? Goede vraag. Hele goede vraag. Ja, het kutte vind ik dat, dat Hawlucha niet spawnt vanwege het weer nu. Hé, hey, hier heb je een Crustle. Ja, ja, daar zit je wel in het goede gebied. Het kan niet anders dan... Ja, volgens mij, ik heb er één. Nice. Een Dwebble. Ja, nee. Ik wilde net zeggen. Ben je strong looking? Ja. Geen, nou ja. Laat maar, moet ik later voor terugkomen. Want hier kan ik niks aan doen. Ja. Level 36, jezus. Ja, toegeven, ik zeg wel ik kom er later voor terug, maar het moment dat ik een Hawlucha kan vangen, heb ik waarschijnlijk al een prima team, dus... Ga ik dan nog terug voor één Pokémon? Dat is de vraag. Ja. Nee, ik maak even mijn ronde nog af. Ik heb hem, nice. Nice. Welk level wordt die Crustal, weet je dat? Ik wil zeggen Black and White logica, dus als pas... Laat. Midden 30. Dreadnoughts. Ja, zocht ik. Hallo Lunatone. Strong looking Lunatone, oké. Okay. Moet ik ook weer later voor terugkomen. Oké. Okay. Nou, ren ik hier even snel van weg. En ik ben bang dat ik mijn kills kwijt ben. Oeh, dat zou niet zo mooi zijn. Gyarados heeft overleefd. Ik kreeg een Stone Edge op mijn kop. Mm. Dus als dat gekrit, was ik dood. Nou ja. Dit is klaar. Ik kijk alleen nog het binnenste stuk van... de Wild Area nog na, waar ook die Tyranitar en die Rhydon zit. Oké. Okay. En dat is mijn laatste controlepunt. Weet je wat toch wel een heel groot voordeel is van Ninjask? Ik vecht er nu tegen één. Ja. Is dat die speed boost heeft. Ja, dat is heel nice. Dat is ook echt ingevorderd van Ninjask. En hij heeft False Swipe. Dat heb je ook, ja. Noctowls. Wat is het? Een Noctowl invasie? Ik fiets langs een stukje gras en ik zie een stuk of 10 Noctowls. Noctowls. Machops. Serena. Hallo, Rhydon. Oh, ik heb Ninjask gekilled. Oeps. Ach ja, het kan gebeuren. Oh, ik ga wel vaker Ninjask killen. Dat geeft superveel XP. Hippopotas. Hippopotas. Allemaal hippopotassen. Oké, wat voor weer moet het zijn voor een Voltoi gewoon normaal weer? Maar ik ben eigenlijk... Nou, regen doet het niet. Ik ben bijna klaar met mijn ronde. Ja, ik denk dat we dan de aflevering ook gaan beëindigen. Ja, en dan mag je één ding heel hard gaan doen. Greenen. Alleen maar greenen. Hallo Tyranitar, doei Tyranitar. Ga je hem proberen te vangen wanneer het kan? Dus endgame, Tyranitar proberen? Nou, ik ben niet zo fan. Ja, ik vind Tyranitar is gewoon vet en hij ziet goed uit, maar ik ben niet een super fan, zeg maar. Het is niet de Pokémon die ik snel in mijn team doe. Wel, als die nu gewoon bij mij op mijn pad komt, zeg maar,
en ik kan hem gebruiken, dan zal ik dat ook doen. Maar ik zal er niet per se van, oeh, ik kan nu Tyranitar, zeg maar. Fair enough. Justin heeft er wel, die is echt Tyranitar fanboy. Ik fiets nog ik even. Ik ga gewoon Ninjask verslaan, daar krijg ik fucking veel XP voor. En die heb ik one hit KO met Webble. Ja, hoe is dat gekomen, Rock? Mm-hmm. Nou ja. Ik ga even kijken of ik nog heel snel een baltoy kan vinden en dan is het einde van de part. Yep. Van de part, Ik kwam net wel een baltoy tegen, dus hij moet niet moeilijk zijn. Nee. Dat is ook een beetje het ding. Alleen wanneer je hem nodig hebt, spawnt hij niet. Ja. Maar dat probleem kent iedereen. Hi, Tarok. Doei, Tarok. Ik fiets even langs nog de border. Hallo, Dusknoor. Welk level zal ik Vulpix en Firestone geven? Je hebt een move relearn, heb je direct, dus... Oh ja, tuurlijk. Dat kan eigenlijk dus gewoon altijd. Ik zeg, ga je gang. Ja, alleen moet ik alleen nog even weten waar ik die kan vinden, maar dat is... Ik hoop dat ik daar al bij kan, überhaupt. Bij een Firestone, maar... Laten we kijken. Nou ja, ik heb geen geluk met het vinden van een baltoy. Dus ik fiets nog heel even naar de daycare om te kijken of ik daar nog iets tegenkom en dan vind ik het goed. Dat is goed. Maar ook al is het heel close, dan kan je altijd nog even checken van hey, misschien spawnt er iets anders. En het is meer van hetzelfde crap. Oké, ik ben klaar. Oké, ik ook. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze, ja, best wel grindige aflevering. Een rustige part, gebeurde niet heel veel, maar was wel gezellig. Sowieso. Vergeet vooral niet te abonneren op de Subpar Guys, het kanaal van Jordi. En natuurlijk op dit kanaal, en dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios amigos.